We gaan nu een voorbeeldopgave bekijken over een bijna lineair systeem. En hier zie je daar een voorbeeld van. En wat dat nou betekent, dat bijna lineair, daar kom ik zo meteen ook nog eventjes op. Laten we eerst constateren dat hier een stelsel staat van twee differentiaalvergelijkingen, gekoppeld. Hè? Hier zit een y in en hieronder zit ook de x in. En dat dit niet lineair is. En waarom is het niet lineair? Nou ja, deze term x keer y is natuurlijk niet lineair en ook die term y tot de derde is niet lineair. Desalniettemin kunnen we op dezelfde manier als bij lineaire systemen gewoon kijken waar de kritieke punten zijn. Want dan lossen we op x-accent is 0 en y-accent is 0. En als we dat in dit geval doen, ja, dan moeten we even handig kijken. Dan kunnen we bijvoorbeeld die onderste vergelijking pakken. Dat leidt dan tot x is y tot de derde, hè? Als ik deze gelijk aan 0 stel, dan krijg ik x is y tot de derde. En dan kan ik hier een substitutie uitvoeren. Dan kan ik die x vervangen door y tot de derde. En dan krijg ik 16 is y tot de vierde. Hè? Omdat y tot de derde keer y gelijk is aan y tot de vierde. En als ik dit 0 stel, krijg ik die vergelijking. 16 is y tot de vierde, kunnen we oplossen. En dat geeft als oplossingen plus of min 2, hè, vergeet de negatieve niet. En als y plus of min 2 is, dan lezen we hier af wat x moet zijn. Dan is x dus plus of min 8. En dat betekent dat we twee kritieke punten krijgen. Welke twee kritieke punten krijgen we? We krijgen dus het kritieke punt 2, 8. En we krijgen het kritieke punt min 2, min 8. Sorry. Oh, mag dat laatste even weg? Zo weer in. En dat betekent dat we twee kritieke punten krijgen, namelijk het kritieke punt 8, 2 en het kritieke punt min 8, min 2. En ik schrijf het een beetje op een gekke plek op het bord op, maar dat komt omdat je nu, als je wil onderzoeken wat voor kritieke punten heeft het stelsel nu, ja, dan moet je ze alle twee apart onderzoeken. Deze onderzoeken en die daar rechtsboven onderzoeken. In dit filmpje zullen we ons hierop richten. En dat andere, dat laat ik dan aan jullie, hè? Aan jezelf, de kijker, over. Dus wij gaan ons hierop richten. En die andere, die negeren we nu even, dat andere kritieke punt. Maar als je de opgave helemaal wil oplossen, moet je die andere natuurlijk ook bekijken. Dus we gaan ons hierop richten. En ik zal eerst eventjes analyseren op dezelfde manier als in het vorige filmpje over het lineaire systeem, hoe je dit zou kunnen benaderen. Dan zal ik ook even toelichten waarom dit nou bijna lineair systeem is. Maar vervolgens schakelen we over op die methode met de Jacobiaan, die ik in het volgende filmpje ook al even noemde. En dat betekent dat wat ik vanaf nu ga opschrijven, dat schrijf ik even op in een kleurtje, in het oranje. En dat zal ik straks ook uitwissen, omdat je dan zult zien dat die Jacobiaan methode een hele snelle methode is om iets over de kritieke punten te zeggen. Maar goed, dus eerst even recht toe, recht aan. Wat we gaan doen, net zoals bij het lineaire systeem, is we gaan kijken, kunnen we nu dat kritieke punt naar de oorsprong transleren? Nou ja, net zoals bij het lineaire systeem is dat niet zo moeilijk, want wat wordt dan het systeem waarbij het kritieke punt naar de oorsprong is getransleerd? Ja, dan moeten we bij die x, willen we straks dat als we 0 invullen, dat we dan in kritieke punten terechtkomen. Dus dan kunnen we die x maar beter vervangen door x plus 8. En dan krijgen we 16 min x plus 8. En die y, die moeten we vervangen door y plus 2. En bij y-accent natuurlijk hetzelfde. X plus 8 min y plus 2 tot de macht 3. En een kritiek punt van dit stelsel, dat heeft er natuurlijk nog steeds twee, maar een kritiek punt van dit stelsel is nu de oorsprong geworden en dat correspondeert met het punt 8,2 in het oorspronkelijke stelsel. En als ik hier haakjes uitwerk, dan krijg ik min 2x plus 8y, min 2x min 8y moet ik zeggen, min 2x min 8y, min x keer y, x keer y. En constante term die valt weg, want 8 keer 2 is 16 en 16 min 16 is 0. Wat je ook zou verwachten aangezien de oorsprong een kritiekpunt is. En als ik de onderste uitwerk, dan krijg ik x min y tot de derde
x min y tot de derde min 6y kwadraat plus nog een lineaire term in i, namelijk min 12i. Hè, dus hier een derde macht uitwerken en je zult weer zien dat de constante term 8 en 2 tot de macht 3 tegen elkaar wegvallen. En dan hou ik precies dit over. Waarom is dit nu een bijna lineair systeem? Nou, de definitie van een lineair systeem is dat je iets ziet wat lineair is. Dat zien we hier, hè? Hier zitten we een lineair stukje. En dit is ook een lineair stukje. Maar dat hetgeen wat eigenlijk stoort, de stoorterm, hetgeen dat het systeem niet lineair maakt, dit stuk en dit stuk, dat dat naar nul toe gaat op een bepaalde manier als je dicht bij de oorsprong bent, hè, als je de oorsprong nadert. En om daar de precieze definitie van te geven, moet je even een bepaalde limiet nemen. Bijvoorbeeld als we die x-term nemen, dus de x-coördinaat, waarom is het een lineair systeem? Ja, dan moeten we onderzoeken de limiet als x, y naar 0 gaat, naar de oorsprong gaat, van het geel omcirkelde ding, niet-lineaire term. En nou moet het wel snel genoeg naar 0 gaan. En met snel genoeg betekent dat we hier delen door de afstand tot de oorsprong. X kwadraat plus y kwadraat. En het systeem is bijna lineair als uit deze limiet, hè, als uit deze limiet, als daar 0 komt en idem voor de y-coördinaat, maar dan met het geel omcirkelde ding. Dus voor die y-coördinaat kan ik hetzelfde opschrijven, dezelfde limiet, maar dan hier niet min xi, maar min i tot de derde, min 6i kwadraat. En als uit beide termen 0 komt, dan is het een bijna lineair systeem. En het mooie van een bijna lineair systeem is dat om het type kritieke punt te beschrijven dat je hebt, dat je die informatie heel vaak kunt halen uit informatie over het lineair gemaakte systeem. Informatie over het systeem als je die twee gele omcirkelde dingen weglaat. Dus dat betekent dat als ik nu wil weten wat voor soort kritiek punt is dat, zodra ik weet dat het bijna lineair is, en dat weet ik omdat beide limieten nul zijn, dan kan ik die geel omcirkelde dingen weglaten, hou ik een lineair systeem over, en van een lineair systeem weet ik al hoe ik kan bepalen wat voor soort kritiek punt ik heb. En daar zouden we nu dus mee doorgaan. Dus een volgende stap zou zijn, gum dit uit, die geel omcirkelde dingen. Oh, dan heb je een lineair systeem. Die kennen we al, dan kunnen we de type kritieke punt bepalen. Want dan pakken we een matrix, bepalen we de eigenwaarden van die matrix, kijken we wat die eigenwaarden zijn, et cetera. Dus zo zou je verder kunnen gaan. Maar ik wilde dit ook gebruiken om die methode van met die Jacobiaan, een hele snelle methode, even toe te lichten. Dus wat ik ga doen, ik ga weer een stuk van het bord uitvegen en ik pak de draad hier weer op. We willen het kritieke punt 8.2 onderzoeken. Wat doen we dan? Dus ik wis even het bord uit en dan gaan we weer verder. Goed, dus ik heb een stuk van mijn bord uitgewist en we pakken de draad weer op. We hadden dus een stelsel bijna lineaire differentiaalvergelijkingen. We hebben onderzocht waar zitten de kritieke punten. We hebben twee kritieke punten gevonden. Eentje die negeren we in deze voorbeelduitwerking, maar de andere daar richten we ons nu op, het kritieke punt 8.2. En wat we gaan doen is de methode met de Jacobiaan gebruiken. En dan is het handig om even deze formule hier en die daar een naam te geven. De bovenste die schrijven we op als de functie f van twee variabelen x en y. En de onderste die noemen we g, functie g van twee variabelen x en y. Want wat is dan die Jacobiaan die we hier gaan gebruiken? Nou ja, dat is de matrix waarin je de afgeleide neemt van die f. Maar die f is een functie van twee variabelen. Dus linksboven in de matrix nemen we hem naar x. En rechtsboven in de matrix nemen we hem naar y. En hieronder doen we natuurlijk hetzelfde, maar dan met g. En als we dat doen, ja, hier moeten we partiële afgeleides nemen. Dus wat krijgen we dan? Als we f differentiëren naar x, dan staat er, dan staat er min i. Hè? De constante term die valt weg. En min xi differentiëren naar x geeft min i. Op dezelfde manier differentiëren naar i geeft natuurlijk min x. En hieronder, als we dit differentiëren naar x, dan houden we 1 over.
En als we dit differentiëren naar i, dan houden we min 3i kwadraat over. Als je nu dit zou doen met alleen maar gewoon lineaire, stelsel lineaire vergelijkingen, zoals bijvoorbeeld in het vorige filmpje. Als je dit dan doet, dan zul je zien dat je hier gewoon de getallen krijgt. En die getallen die daarin staan, dat zijn gewoon de matrixvergelijking die hiermee geassocieerd is. En we hebben ook in het vorige filmpje al gezien dat die matrixvergelijking, dat je daarmee uit de voeten kunt, dat je niet eerst hoeft te translateren naar de oorsprong in het lineaire geval, et cetera. Omdat je met die, als je eenmaal die matrix hebt waarin hier gewoon getallen staan, ja, dan kun je weer de eigenwaardes uitrekenen. En op basis van die eigenwaarden kun je aflezen wat voor soort kritiekpunt je hebt. In dit geval is het is er nog één lastigheid, want deze matrix die bestaat niet uit getallen, maar hier staan nog steeds x'en en y'en in. En die x'en en y'en, die willen we niet, we willen er getallen van maken. En wat je dan doet, is je vult voor x en y gewoon de waarden in die horen bij het kritieke punt. Dus je vult voor x en y, vul je gewoon in 8 en 2. En als je dat doet, voor x en y 8 en 2 invullen, wat krijg je dan? Dan krijg je natuurlijk een min 2, je krijgt min 8, je krijgt 1. En bij deze moet je even rekenen, 2 kwadraat is 4, dus dat wordt min 12. En waarom is dit nou hetzelfde als ik net in die uitwerking die ik heb uitgewist, waar je op hetzelfde uit zou komen? Om dat te zien, hè, waarom is het nou hetzelfde als die coördinaattransformatie uitvoeren, die translatie en vervolgens de niet-lineaire termen weglaten. Als je dat wil zien, dan zou je bijvoorbeeld even met een Taylor-benadering hier kunnen werken. En dan zie je inderdaad dat je, ja, wat hier gebeurt, is dat je concentreert op de lineaire termen en de rest verdoezelt, hè, de rest weglaat. Goed, dat is een beetje dat moet je echt even zelf doen om te snappen, echt te zien wat hier gebeurt. Maar deze methode, ik hoop wel dat dat duidelijk is, dat dat een hele snelle methode is om te voorkomen dat je helemaal moet gaan transleren, lineaire termen weglaten. Enzovoort. En we eindigen dus met de matrix min 2, min 8, 1, min 12. En nu is het weer als vanouds. Dus wat we nu willen gaan doen, is de eigenwaarden bepalen die bij die matrix horen. En als we eenmaal de eigenwaarden te pakken hebben, dan kunnen we op basis van die eigenwaarden, kunnen we hopelijk aflezen wat voor soort kritiek punt dit is. Nou, dat hebben we nu al een aantal keer gedaan. Ik ga niet helemaal dat uitwerken, dat mag je zelf doen. Maar wat zijn de eigenwaarden die bij deze matrix horen? Dat zijn er in dit geval 2. En de eigenwaarden die bij deze matrix horen zijn min 7 plus of min wortel 7. En we zien weer, net als toevallig in het vorige voorbeeld, dat we twee negatieve eigenwaarden hebben en ook verschillend. Twee verschillende negatieve eigenwaarden. En dat betekent dat we hier weer te maken hebben met een asymptotisch stabiel kritiekpunt. Dus 8,2 is asymptotisch stabiel kritiekpunt. Mag je dit nou altijd op deze manier doen? Het antwoord daarop is vaak ja, maar helaas niet altijd. En het idee, het intuïtieve idee is als volgt. Kijk, wat we hebben gedaan hier is dat we de niet-lineaire termen in de vergelijking, die hebben we verdoezeld, hè? Die hebben we weggelaten. En we hebben net gedaan of het een stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen was. En als het echt een stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen was, dan hadden we inderdaad de conclusie gehad, het is asymptotisch stabiel. Maar we hebben termen weggelaten. En waarom mogen we dan nog steeds die conclusie trekken? Nou, die conclusie die mogen we nog steeds trekken omdat het storen wat in de buurt van dat kritieke punt plaatsvindt heel beperkt is. En dat is precies die limietconditie die net op het bord heeft gestaan. Die storing is zo klein dat het effect van oplossingen die naar dat kritieke punt toe gaan en convergeren, hè, in de limiet, gaan ze er ook echt willekeurig dichtbij. Dat effect wordt niet, dat blijft, ook als je die kleine verstoring aanbrengt.
En hetzelfde soort conclusie kun je trekken als je bijvoorbeeld twee eigenwaarden vindt die groter zijn dan 0. Of twee verschillende eigenwaarden waarin er eentje positief is en eentje negatief. Zadelpunt situatie. Maar het wordt wat ingewikkelder als je bijvoorbeeld eigenwaarden vindt die beide hetzelfde zijn. En waarom wordt het dan ingewikkelder? Ja, als je twee eigenwaarden hebt die beide hetzelfde zijn. Als je een klein beetje stoort, dan kan het zomaar zijn dat ze niet meer hetzelfde zijn. Hè? Dat ze ongelijk aan elkaar worden. En dat kan invloed hebben op de conclusie die je trekt. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je hier een complexe oplossing vindt, waarbij het reële deel precies gelijk is aan 0. Ja, als je dat een beetje gaat verstoren, dan zou het zomaar kunnen dat dat reële deel opeens niet meer gelijk is aan 0, maar een heel klein beetje positief is of een heel klein beetje negatief. En dat is het intuïtieve idee hierachter, waarom je in veel gevallen wel een conclusie als deze mag trekken. Want als je twee getallen die negatief zijn en je verstoort ze een heel klein beetje, ja, dan blijven ze weer negatief. Maar in een aantal gevallen, de kritische gevallen, mag je niet meteen die conclusie trekken. Nou, en een hoop theorie uit de cursus en ook uit het boek, die richt zich daarop op de vraag wanneer kun je nu nog wel wat zeggen en wanneer niet. En ook dat is weer samengevat in een overzichtelijke tabel.